Want deze plek wil je gewoon echt niet kwijt. Dat wil je gewoon niet. Je wilt eigenlijk niet op een aarde leven zonder dit. Weet je wel, dit is echt de aarde. Ik heb juist, sinds ik hier ben, echt het besef van nu heb ik echt de aarde gezien. Ik besef me nu echt hoe de planeet eruit ziet. En dat wil je gewoon niet kwijt. Heel gek om in het zo te vloggen terwijl heel veel mensen kijken. Maar de reis naar Spitsbergen is nu officieel begonnen. Ik loop nu over Schiphol en we zijn al compleet met de groep. We hebben net ingecheckt en onze bagage afgezet. En we gaan zo meteen op het vliegtuig eerst naar Oslo. En op Oslo stappen we over. En dan vliegen we naar een plaats die Longyearbyen heet. En dat is dus eigenlijk al gelijk een plaats op Spitsbergen. En dat is een wat kleinere vlucht. Ik ben heel erg benieuwd naar de beelden vanaf die vlucht van over het ijs. Of er überhaupt ijs ligt. Ik ben echt super benieuwd. Ik heb er twee uur geslapen vanaf. Want het was echt gewoon door de spanning en alles is het toch gewoon minder goed slapen. Maar ik heb er wel super veel zin in en net heeft mijn waterfles gevuld en zo meteen naar de gate en dan gaan we terug. Aangekomen in Oslo en het was eigenlijk best wel een korte vlucht, dus anderhalf uur, allemaal super goed gegaan en zo meteen door dus naar Spitsbergen en het is hier echt gewoon 7 graden, dus dat is echt helemaal prima. Maar als we aankomen is het volgens mij wel min 10 of min 11, dus ik ben heel erg benieuwd en ik heb er echt heel veel zin in. Iedereen heeft echt hele, ik heb echt wel super veel leuke persoonlijke gesprekken gehad met een aantal van de mensen hier van verschillende bedrijven en bij iedereen hangt wel echt nog een beetje de vraag zeg maar boven ons hoofd van wat gaan we nou echt anders doen door deze reis? Gaat dit echt ons leven veranderen? Gaan we echt radicaal dingen anders doen hierna? Ja, dat hopen we wel allemaal, want we moeten het wel op een bepaalde manier verantwoorden dat je helemaal naar Spitsbergen vliegt, wat ook niet bepaald duurzaam is. Maar het feit dat mensen wel met die vraag al rondlopen is denk ik al een heel positief teken. Zo. Ik denk dat ik nog nooit zo'n comfy outfit heb aangehad in mijn leven. Denk ik. Als het zo op Spitsbergen is, dan klaag ik niet. Nee.
Nee. Lekker salad bar aan boord van de Rembrandt van mij. Yes. Dan ook goed. Niet. Laat je leiderschap zien. Ladies and gentlemen, we are now approaching Svalbard. Please fasten your seatbelts, raise your seatback and table. If you have any hand luggage, this has to be... We zijn net geland op echt het meest noordelijke puntje van Noorwegen. En het vliegtuig, nou, het uitzicht over die fjorden en die ijsbergen, dat was echt niet te bevatten. Het lijkt bijna nep of een filmset, zo onschrijfelijk mooi. We hebben hier even een korte tussenstop. We moeten weer opnieuw door de douane, omdat dit gebied blijkbaar niet onder Schengen valt. Of Spitsbergen niet, ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar in ieder geval moesten we uit het vliegtuig. Nu gaan we weer hetzelfde vliegtuig zo meteen in. En dan maken we de laatste vlucht naar Longyearbyen. En dat is een plaats op Spitsbergen. En ik verwacht dat de beelden alleen maar mooier gaan worden. Maar wat ik tot nu toe heb gezien, het is echt niet te bevatten zo mooi. IJszwemmen. Let's go ice fishing. Holy crap. Oh. Holy shizzle. Echt, deze mensen verdienen zo fucking veel respect gewoon. Allemaal Nobelprijswinnaars, instantly. Zo, zijn we dan. Hoi. Hallo. Jee, ik ben nog
einde van de wereld. Ja, fantastisch. Speel met de camera. Ja, ik ben zo mini dat als ik sta zie ik het beter. Graag, tot wel. Kiana. Zo, de bus tour. Insanity. Wauw. Zo, we zijn in Spitsbergen aangekomen en we staan nu voor de zeilboot waar we de komende dagen de tocht mee gaan maken. Het is hem. En het uitzicht hier is echt niet te bevatten. Het is echt niet te geloven om hier te zijn. Kijk dan dat uitzicht. Jeetje. Het is wel echt even kouder, ja. 14, 12. Zo, hier gaan we slapen. Zeker de komende drie dagen. Ik zat hier eventjes de rondleiding. Ja, even de rondleiding van onze faciliteit. Tadaa. Nou, ik had het echt niet eens verwacht dat het nog zo erin zou passen allemaal. Kijk, en dat we het 4,5 was. Ja, precies. Je hebt als je vlam. Emergency exit, die is hier. Wat goed om te weten. Ik zit ook even bij kamertjes kijken. Even kijken. Die zitten hier. Negen. Doe even een tour, home tour. Zo. Room tour. En hoe bevalt het, heren? Voor je driedelig grijs, Nico. Prima. Prima. Safety on board. And from him, you will hear a few things about safety just after I'm finished. Finished by followed by a short safety drill also. After which we will leave this pier in here. Zo, nou ik ben zo misselijk als een hond. Lekker voor op de boot. Nee. Maar goed, uitzicht is wel de moeite waard.